In deze film maken we een foto zwart-wit zoals Ansel Adams dat deed. En voordat ik begin met het photoshoppen, leg ik eerst nog even kort uit wie Ansel Adams was, als je dat nog niet weet. Ansel Adams werd lang geleden geboren in een land hier ver vandaan. En lang geleden overleed hij ook weer. In de tussentijd was hij fotograaf en een van de meest toonaangevende fotografen van de vorige eeuw. Waar was hij voornamelijk voor bekend? Vanwege zijn zwart-wit werk. Hij had daar gewoon een hele eigen stijl in. Zoals bij deze foto. Laat ik dit als referentie nemen. Wat valt erop aan deze zwart-wit foto? Dat is eigenlijk dat het contrast extreem is. Het gebied hier aan de rechterkant en hier links onderin, dat is praktisch eigenlijk gewoon helemaal dichtgedrukt. Er zit geen detail meer in. En in zijn wolken is ook gewoon echt wit te zien. Ansel Adams had een systeem daarvoor, een zonesysteem. Hij verdeelde zwart-wit in 10 stappen en iedere stap vertegenwoordigde eigenlijk wel iets in zijn foto. Wil je daar meer over weten? Dat ga ik je nu niet uitleggen. Daar moet je dan maar een keer op googlen. Nou, en om een lekker lang verhaal gewoon kort te houden, tot zover even de historie van Ansel Adams in een notendop. Ik ga met deze foto aan de slag. En ik zou gewoon een eenvoudige zwart-wit omzetting kunnen doen. Laat ik dat nog even doen om dadelijk het verschil aan te duiden. Ik dupliceer even de laag en ik trek er in één keer alle verzadiging uit. Dat dupliceren doe ik met Ctrl-J en de verzadiging eruit halen met Ctrl-Shift en U. Dit is een zwart-wit foto. Maar dit lijkt totaal niet op wat Ansel Adams eigenlijk deed. Daar heb je in Photoshop een andere manier voor. Dat is iets meer handwerk, want dit was vrij automatisch, dus ik zet deze laag gewoon even uit. Het eerste wat ik ga doen, dat is contrast toevoegen in de foto. En dat doe ik via een aanpassingslaag. En je kunt kiezen voor gewoon contrast. Waar staat het? Daarboven, helderheid en contrast. En je kunt gewoon de contrastslider optrekken. Je ziet, je krijgt al meer contrast in de foto, maar er is nog een andere manier om iets meer controle te krijgen. Wederom een aanpassingslaag en dan curve. En wat ik doe, ik trek het zwart een klein beetje naar beneden en het wit douw ik een beetje omhoog. En je krijgt een soort S-curve. Dat is de eerste stap. Meer contrast in je foto. De tweede stap is de omzetting naar zwart-wit, middels een aanpassingslaag zwart-wit. En ik heb al een andere omzetting dan wat ik daar straks had. Als ik even terug ga, dit was de foto zonder verzadiging en dit is met contrast en een gewone zwart-wit omzetting. In mijn zwart-wit filter heb ik 6 kleuren staan. En die 6 kleuren kan ik nog beïnvloeden. Ik kan nog zeggen hoe donker ze moeten worden. Dus niet alleen de verzadiging eruit, maar ook het lichter of het donkerder maken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de oorspronkelijke foto, dan zie je dat ik groen heb en ik heb blauw en ik heb hier in de bergen een beetje rood en geel. Dus als ik in het zwart-wit filter nu bijvoorbeeld aan de groene tinten ga werken, dan zul je zien dat mijn gras donkerder wordt als ik het naar links sleep. En sleep je het naar rechts, dan wordt het een heel stuk lichter. En zo kun je dus je zwart-wit foto beïnvloeden. Ik wil een mooi contrast gaan maken, dus ik werk gewoon even puur op gevoel. De cyaantint in de lucht maak ik ook wat donkerder. En de gele tinten van de bergen, die maak ik wat lichter. En je ziet, het gras gaat ook mee. Er zit nou eenmaal ook gewoon geel in graskleuren. Ik maak het geel ietsjes minder en ik stop er iets meer rood in van de berg. Dit is op zich al een aardige omzetting. Ik ben er nog niet helemaal. Ik wil nog een klein beetje doordrukken en tegenhouden. Dat is ook iets waar Ansel Adams heel veel mee bezig was. Zoom ik bijvoorbeeld in hieronder op de foto, dan zie je dat daar nog detail in zit. En dat is op zich natuurlijk prima. Dat kun je zo houden, maar je kunt het er ook uit weghalen. Ik pak wederom een aanpassingslaag, wederom curve en ik trek hem gewoon in het middengebied naar beneden. Heel mijn foto wordt donkerder en dat is niet de bedoeling. Ik wil het selectief donkerder maken. Dus ik selecteer mijn masker, dan komen er die witte hoekjes omheen en ik druk op Ctrl-I om het masker te vullen met zwart. Nu is mijn curve eigenlijk nog steeds actief, maar je ziet het niet omdat mijn masker zwart is. Want wat zwart is, dat laat Photoshop niet zien. En ik kan nu selectief met een kwast, gewoon een lekkere grote kwast, met een zachte hardheid, stukken donkerder gaan maken. Als ik wit als voorgrondkleur selecteer en ik zet bijvoorbeeld de dekking even op 10% en ik ga langzaamaan door deze hoek, dan is het misschien niet helemaal goed te zien, maar het wordt hieronder in de foto donkerder. Je ziet het wel in mijn masker. Mijn masker krijgt rechtsonder een wit hoekje. Als ik het masker even alleen laat zien door de Alt ingedrukt te houden en op het masker klik, dan zie je dat ja, hier rechtsonder is het wit, daar is het curve effect dus actief. Daar wordt het dus donkerder. Let maar op als ik het in één keer uitzet. Zie je dat het een verschil maakt? En dat kun je dus doen op meerdere plaatsen in de foto. Laat ik dat ook hierboven doen. Wat je eigenlijk gaat doen is donkere gebieden nog donkerder maken. En zo ga je eigenlijk het contrast nog verder omhoog gooien. En dat ga ik ook in tegengestelde richting doen. Ik ga een curve laag maken, een aanpassingslaag, en dit keer trek ik hem naar boven. En je ziet heel mijn foto wordt lichter. Ik zorg wederom dat mijn masker is geselecteerd, druk op Ctrl-I om het om te draaien en met wederom de zachte kwast ga ik gewoon dingen selectief lichter maken. Nu heb ik hierboven in de top bijvoorbeeld al behoorlijk veel wit zitten, dus daar hoef ik niet aan te komen. Maar hieronder in de uitlopers kan er nog wel wat wit bij. En ook dat weggetje hiervoor, dat mag wel iets meer eruit knallen. Laat ik het effect even zien zonder en met, dan zie je dat daar ook een verschil in zit. Deze twee lagen zet ik even in één groep. Ik hou de Ctrl ingedrukt en ik selecteer ze allebei en druk op Ctrl-G. En als ik het nu uitzet of aanzet, dan zie je dat daar een goed verschil in zit. Dit is een omzetting in zwart-wit die veel contrastrijker is en veel dichter in de buurt komt bij Ansel Adams. Je moet hier echt gewoon veel in oefenen, wil je hier een beetje gevoel in krijgen en het in de vingers krijgen. Maar het is best leuk om te doen en het geeft je zwart-wit foto's echt een hele andere sfeer. Om nog even de eerste omzetting van zwart-wit te laten zien, dat was gewoon deze met de verzadiging eruit. En dit is wat we er uiteindelijk zelf van hebben gemaakt. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!